Het Nationaal Vervoerbedrijf NVB is momenteel bezig met de herregistratie en keuring van haar bussen. Volgens Herman Winter, stationchef van het NVB, wordt deze actie ondernomen omdat het bedrijf wil dat er veilige bussen op onze wegen rijden. Elke passagier moet ervan overtuigd zijn dat wanneer ze in een NVB-bus zitten, zij veilig vervoerd zullen worden. Het ligt in de bedoeling dat we het elke 6 maanden gaan herhalen. Okay. Is het alleen voor Paramaribo? Nee, het is landelijk. We gaan straks naar Mungo en Nikeri voor de keuring van de bussen. Okay. Hoe lang duurt het, de keuring? Nou, we hebben zo'n 3 tot 4 maanden uitgetrokken voor keuring en in orde maken van de bussen. Heeft u een boodschap voor de chauffeur en voor de passagier? Nou, ik wil de chauffeurs zeggen dat ze de passagiers zo veilig mogelijk moeten vervoeren. En naar de passagiers toe zou ik een advies geven. Vraag naar je kaart. NVB-stationchef Herman Winter. Het ligt in de bedoeling om elk half jaar deze herkeuring en registratie te doen. Het bedrijf plaatste de bijkans 155 bussen die voor haar rijden onder een vergrootglas, omdat er soms klachten zijn over bussen die niet in goede staat verkeren. Voor de leiding van het NVB is de passagiers- en verkeersveiligheid heel belangrijk. Bij de keuring zal strak worden gelet op onder meer wankele stoelen, een goed remsysteem en goed werkende schellen. De registratie is nodig om te weten met wie het bedrijf een contract heeft. De herkeuring en registratie vond vanmorgen plaats bij het hoofdkantoor van het NVB aan de Havenlaan.